Mensen met een inkomen onder de 33.000 euro hebben het een stuk moeilijker om een betaalbaar huis te vinden. Sinds 1 januari mogen woningcorporaties geen sociale huurwoningen meer verhuren aan mensen met een hoger inkomen. Komt door nieuwe Europese regels. Dus moeten veel huizenzoekers duur huren of de moeilijke koopmarkt op. In Almere hebben ze daar het volgende op gevonden. De Herculesstraat in Almere. Hier staan woningen van 185.000 euro. Lang niet alle kopers konden het huis helemaal financieren. Maar dat hoeft ook niet. Minimaal 52%, dat is de voorwaarde. De rest van de financiering neemt de gemeente over. En dat wordt later natuurlijk wel verrekend. Dus als je bijvoorbeeld meer gaat verdienen, dan moet je een wat hogere hypotheek betalen of moet je je schuld aflossen. En als je je woning gaat verkopen, dan verevenen we die schuld in zijn totaliteit. Dit weekend was er een informatiemarkt voor geïnteresseerden. En die zijn er vooral nu in overvloed. Want sinds 1 januari mogen woningcorporaties nog maar een beperkt aantal woningen verhuren aan mensen die meer dan 33.000 euro verdienen. Veel huizenzoekers vallen nu dus tussen de wal en het schip. Want een hypotheek is lastig en een betaalbare woning vinden op de particuliere markt ook. En vooral hoe de regels van de banken zo streng zijn geworden. Ja, daar gaat het al niet meer en vooral als starter. Dus vandaar dat ik even hier ben gekomen om te informeren. Want dit zou wel een alternatief voor u zijn? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik wel. Dit is voor mij in ieder geval een mogelijkheid om een start te gaan maken. Want alternatieven zijn er niet? Nee, ja, nee, niet dat ik weet. Dit is het enige wat ik heb kunnen vinden wat voor mij een mogelijkheid wordt om misschien een huis te kunnen kopen. In Almere zijn er veel mensen mee geholpen. Maar in de rest van het land bestaat deze mogelijkheid niet. De oplossing is dat die inkomensgrens die nu op 33.000 gesteld is, dat die fors omhoog gaat richting de 40.000 of 43.000. Dat er ook flexibeler mee omgegaan wordt. Een andere oplossing is ook dat corporaties er creatief mee omgaan. Hè, en dat ze dus voor mensen met een middeninkomen toch een deel van de sociale huurwoningvoorraad beschikbaar houden. En dat gebeurt inmiddels. Er zijn verschillende woningcorporaties die de regels onterecht vinden en ze voor schrijnende gevallen aan hun laars lappen.